huilende mensen. Dank jullie wel. En goede avond. Goede avond, dames en heren. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Huilende Mensen. Ja. Het is mooi om te zien dat jullie zo talrijk aanwezig zijn hier bij ons vandaag. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het succes van onze aflevering vorige week, waarin we de kleine Kevin vertelden dat hij geadopteerd was, omdat zijn echte ouders niet van hem hielden. Ja, mooie, oprechte huilmomenten waren dat hier bij ons. We herinneren ons ook allemaal zijn prachtige, betraande snoet toen we zijn hondje Flux live bij ons in de studio in slaap deden. Niet waar? Ja. Ja, wie had gedacht, dames en heren, wie had durven denken dat er zoveel verdriet kon schuilgaan in een 5-jarig kind? Maar goed, wij kijken vooruit, wij kijken altijd naar de toekomst. En ook vandaag heb ik voor jullie weer een prachtig persoon klaar. Hij wacht even op mijn teken aan de Mystery Door. Een klein applausje voor George. Dag George. Hallo, dag Eddy. Welkom bij Huilende Mensen. Dank u. Het is heel wat voor jou om bij ons te zijn met alle mensen hier en de camera's. Dat doet je wat, niet? Dat is heel wat, Eddy. Ja, kijk eens aan. En zeg eens, George, ook jij bent een huilende mens, niet? Ja, dat klopt, Eddy. Ik moet soms huilen. Ook George moet soms huilen, dames en heren. Ik zou willen vragen, George, deel het met ons. Deel het met de mensen die thuis zitten kijken. Wat brengt jou zoal aan het huilen? Dat zijn veel dingen, Eddy. Vele dingen. Borden. Borden? Lepels. Glazen. Soepkobben. Ja, messen, vorken. Kortom, servies. Is het niet? Servies, ja. Ja. Dames en heren, George moet huilen van servies. Dat is mooi. Nu goed, George, we hebben even een verrassing voor jou. Die komt er nu aan, zo. Ja, dankjewel, Tanja. George, ik hoop dat de confrontatie voor jou nog niet te moeilijk is, maar hier is wel een tasje. Gaat het, George? Gaat het? Het is moeilijk, hè? Het is te moeilijk. Wat voel je nu? Emoties. Ja. Wil je een zakdoek, George? Ik heb zelf een zakdoek. Ja. Je hebt zelf een zakdoek. Dat mag bij huilende mensen. George, ik zou willen vragen, kom er toch even terug bij staan en droog die tranen, George. En kalmeer eventjes. Word even terug rustig. Want ja, dames en heren, er hoort natuurlijk ook een ondertasje bij. George, gaat het, George? Gaat het? George, gaat het, jongen? Natuurlijk niet zacht. Dit moet een vreselijk moment zijn voor George. Hè? Dat was niet afgesproken. Nee, dit. Dat stond niet in jouw scriptje. Maar kom je toch even terug hier bij mij staan, George? Nee? Dat gaat niet. Kan dat niet? Dat is goed, dan jaag ik je even naar voren. Zo. Kom er rustig terug bij staan, jongen. En droog die tranen. Want, dames en heren, ik denk dat er iemand hier bij ons is vandaag die George weer helemaal kan troosten. Iemand die George weer helemaal rustig kan maken. Dames en heren, nogmaals een klein applausje voor de allerbeste vriend van George. Mark! Paul! Ah, Paul! Tja, zo. Dag, Paul. Dag, Paul. Kom erbij, jongen. Dag, Paul. Oh, kijk eens aan. Dat is een mooi moment tussen deze twee jongens. Want, dames en heren, deze twee heren zijn de allerbeste vrienden. Ja. Hè? Ze kennen elkaar al jaren. Ja. Je hebt samen op de lagere school gezeten. Dan ook weer de middelbare school heb je samen gedaan. Daarna zijn jullie weer samen die zaak begonnen. Ja, hè? Een kledingzaak. Ja, een kledingzaak. Maar goed, na zoveel jaren ben je de beste vrienden. En dames en heren, dat weten we allemaal. Beste vrienden hebben geen geheimen voor elkaar. Een beste vriend, die weet gewoon alles van de anderen. Hè? Ja. En toch is er één iets wat Paul al die tijd niet heeft kunnen zeggen. Wat hij zelfs moest verzwijgen voor zijn beste vriend George. Wij van Huilende Mensen geven Paul hier bij ons eindelijk de tijd om dit eindelijk te vertellen. Paul, dit is je moment, jongen. George? George, wij zijn altijd beste vrienden geweest. En ik hoop dat de na vanavond niet zal veranderen.
Maar ik kan niet langer liegen, George, snapte? George? Ik ben een vork. Nee! Paul is een vork, ik ben een vork. Dat wist George niet. Ik wist dat niet. Al die jaren, George. Al die jaren, George. Al die jaren leef je in een leugen. Ja, in een leugen. En ik vraag mij dan af, wat is zo'n vriendschap dan waard eigenlijk? Niets. Niets is onze vriendschap nog waard. Jij vuile vork. Voor jou wel, Paul. Alles. Want jij moest wel liegen. Hij kan daar niet mee omgaan, ja. Eddie. Waaraan merk je dat, Paul? Dat mensen niet goed om kunnen met servies? Dat zijn kleine dingen, Eddie. Ja. Maar hij geeft dan bijvoorbeeld een feestje. En alles is uit vuistje en niks met bestek. Ja. Dames en heren, die kleine kwetsende dingen, dat is toch nergens goed voor? Want er is toch niks mis met servies, hè? Een goede vriend van mij, het is bijvoorbeeld een soepkommetje. Ja. En dat is verder een prachtig persoon. Dus dat lijden is toch zinloos? Precies daarom gaan wij hier bij huilende mensen een verzoeningsmoment op poten zetten. Tussen Paul en George. George, ik zou willen vragen dat hij er even terug bij komt staan. Want ik... Oh ja. Let op, jongen. Want ik had graag gezien dat jullie als die goede vrienden van weleer elkaar de hand zouden schudden hier op het kruisje van de regie. Zo... Dank jullie wel. Kijk eens aan. Twee goede vrienden, eindelijk herenigd na vele minuten. Ja. George. Het is Paul. Het is Paul, George. Blijft wel een vork, natuurlijk. George wil niet. Die vriendschap zit erop. Kan je in de camera huilen, Paul? Kan dat? Ja? Dank je wel, hoor. Nee, dat zei camera 4 daar zo. Camera 4 daar zo. Sorry. Ja. Dank je wel, Paul. Zo, dames en heren, dit was Huilende Mensen voor deze week. Zo werd het toch nog gezellig hier bij ons, hè? We hopen dat u er evenveel van genoten heeft als wij hier. En we zien u ook graag volgende week terug, want dan komt de kleine Kevin terug met zijn nieuwe katje, Minoes. Goedenavond. Huilende.